Dwaab, eerlijk ben ik Zwollenaar. Ik woon in Nederland sinds 1995 en sinds 2000 in Zwolle. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb ook als heel veel jongeren vroeger van alles en nog wat. En toen op een gegeven moment zat ik ergens en dan moet jij ook meedoen, krijg je hout, metaal. En daar heb ik geleerd zeg maar, hoe je eigenlijk hout moet doen. En ik was blij, want voor de eerste keer dacht ik, oké, dus als ik eigen bedrijf wil beginnen, dan kan ik ook nu mijn eigen dingen maken. En zo heb ik die doorgepakt en heb ik hout gehaald. En toen heet mijn bedrijf Mijn Hout, Jouw Hout, dat was 2013. Was alleen steigerhout. En omdat iedereen ging maken steigerhout, zag ik dus niet meer brood zitten. Toen was ik gestopt. En nu heb ik een lasapparaat gehaald. Dacht, weet je wat? Ik maak nu unieke producten met uniek materiaal die niemand heeft. En blijkbaar werkt dat. Abbe Meubels is, Abbe is mijn bijnaam. Abbe. En ja, en zodoende heb ik gewoon, ik wil wel mijn eigen identiteit in mijn werkplaats. Ik ben namelijk de maker. Ik heb deze bedrijf samen met een kampioen opgericht. Het heet AB Meubels. Wij maken hier designmeubelen. Wij ontwerpen zelf. Ik bedenk het concept. Soms in inspraak met klant, gewoon maatwerk. Voornamelijk wat wij doen is een luxere producten. Zoals wanddecoraties, bijzettafeltjes. Dan gebruiken we ook materiaal die normaal niet voorkomt. In Nederland is het zo, als jij uniek bent en je bent goed in wat je doet, dan heb je altijd kopers. Dus niet nadoen, gewoon zelf bedenken. En dat is eigenlijk gewoon, ik merk gewoon dat werkt wel. Dat zou ik ook iedereen aanraden eigenlijk. Wij maken hier meubels van betonijzer en steigerhout. Wij werken daarnaast ook met mensen die willen leren nieuwe vaardigheden, een nieuw vak. Ja, en zo doen we eigenlijk een beetje hier mooie producten maken. Om betonijzer te gebruiken? Ja, nou, eigenlijk, ik ben begonnen met eerst gerecycled materiaal. Dus ik ging naar oud ijzer. Daar haalde ik mijn ijzer, zeg maar, en dan ging daar hout opzetten en dan branden. En toen, een van die dag, dat op die bult zat en heel veel betonijzers. En die heb ik meegenomen, heb ik heel lang moeten proberen. En toen heb ik mooie wanddecoratie van gemaakt. En ineens zijn mensen vonden die mooi. En eigenlijk zo is het begonnen. In het begin maak ik een paar mooie dingen. En voor de rest, ik gooi het op internet. Mensen zien dat en dan ik zeg, oké, kom met je eigen maten. Dus de maten die jij hebt. En dan ik maak aan de hand van jouw maten, mag je opties kiezen. Hoe wil je groot frame, kleine frame, zwart, groen. Wat voor hout, gebrand hout, gebijtshout, wit, zwart, groen. Zo kan eigenlijk iedereen bij mij terecht voor een klein budget, mooie unieke producten. Oh ja, via abmeubel.nl. Ik ben ook gewoon eigenlijk op alle platformen, social media, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ik ben overal marktplaats. Ja, en gelukkig heb ik een goede doelgroep. Ja, er zijn toch mensen die het belangrijk vinden dat hun huis goed uitziet. En die kopen dan dat mooie wanddecoratie voor een foto van hun kleinkinderen. En kijk, eigenlijk, dat is het ook. Hè. Wij zomaar denken van, ja, ik moet Breeze, Baas, daar verkopen. Maar je kan niet concurreren met Action, Jumbo, kan niet. Snap je? Wat wil je? Niks te blokken? Nee. Maar als jij een mooi product gaat maken die uniek zijn, die niemand hebt, ja, dan ze komen. Sowieso, mensen willen ook uniek. Mensen willen onderscheiden. En als jij dat kan brengen, dan maakt niet uit. En in principe hoeft niet alleen met hout of metaal. Kan ook met leren tassen zijn. Kan ook met eigenlijk, bedenk maar wat jij wilt. Zolang je maar uniek bent en je maakt een mooi product, is altijd mensen die gaan kopen. En daarvoor is in principe Nederland een goede land om daar je business te bouwen. Sowieso in het begin moet je je kost verdienen, je geld maken. Maar eigenlijk wat jij moet doen in deze land is het beste. Je werkt toch, je moet toch werken om je geld te verdienen. Maar gelijk kies een beroep dat jij denkt, oké, hier als ik straks klaar ben voor mijn baas, kan ik voor mezelf. En als jij productielijn ergens bij kipfabriek of welk andere fabriek ook, jij leert niet echt iets. Dus dan, als je de kans hebt, zou ik dan vak gaan leren op school. Lukt dat niet? Ja, toch probeer ergens stage te lopen en zeg, oké, kan ik even meedoen om dat beroep te leren? Om dan zelf gaan oefenen, ja, en dan ontwikkel je passie. En eigenlijk, dat is het gewoon
wat ik denk is de beste manier. Of ja, je kan sowieso bij mij komen. Als jij hier in de omgeving woont, ik graag leer ik jou. Hey, welkom in mijn showroom. Dit is die voorbeeld waar ik net aan de maak was. De hout hebben we gebrand, de ijzer is gespoten, wat ik net in elkaar ging zetten. Ja, en zo zie je als het afgewerkt is, eindproduct. Dit is de ruitvorm, piramidevorm. Mooi afgesneden hier zo. En whitewash. Deze keer met gebrand hout, zoals je ziet. Oh ja, je kan ook gewoon trouwens via de website bestellen, optie kiezen. Zeg maar, deze model. En dan zeg je, ik wil gebrand hout, whitewash, gebeitshout, donker gebrand, licht gebrand. Alles is mogelijk bij AD Meubels.